Dank jullie wel voor deze prachtige liederen. Mooi ook zo een inleiding op de preek. Ik zal je vertellen, vannacht lag ik te dromen. En ik denk dat de meeste sprekers dat wel herkennen. Ik was al mijn aantekeningen kwijt. En ik wist ook niet meer waar ik het over zou hebben. Gelukkig, ik heb ze weer gevonden vanmorgen. Maar dan word je wel een beetje zwetend wakker soms. Vanmorgen wil ik met jullie een gedeelte uit het boek Leviticus lezen. Oh, ik ben trouwens vergeten een dia te geven. Nou ja, het geeft niet. Het boek Leviticus, een boek wat in het Oude Testament staat, voor als je dat nog niet weet. En het maakt deel uit van de eerste 5 boeken van de Bijbel. Wie heeft Leviticus wel eens gelezen? Kijk, oh, dat zijn er toch nog wel wat. Ver gekomen? Helemaal. Nou, fantastisch. Dan heb je ook het hoofdstuk gelezen wat we vanmorgen wat over gaan zeggen. Ja, ik vraag dan, want Leviticus is niet het meest spannende boek van de Bijbel. Het gaat voornamelijk over allerlei wetten. Over wetten die betrekking hebben op de offers. Maar ook op de tabernakel. En ik had een plaatje van de tabernakel, maar ik vergeten te geven. Dus helaas. Maar de tabernakel, het draagbare heiligdom. Wat Israëlieten gebruikten in de woestijn. Het was een tent. Dat was een omheining, zat daar omheen. En binnen die tent, witte omheining, en binnen die tent had je een brandofferaltaar, een wasvat. En dan had je daar nog een tent. En daarbinnen, die tent was in tweeën gedeeld. Daar had je het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen stond de ark van het verbond. En daar woonde God. En er was maar één persoon die één keer per jaar dat gedeelte binnen mocht. En dat was de hoge priester. En die mocht daar verzoening brengen voor het hele volk. En dat, die tent, die hele tabernakel, die konden de Israëlieten meenemen. Net zo goed als dat wij, we zijn allemaal een beetje terug van vakantie. Hè? En de meeste van jullie hebben misschien wel in een tentje geslapen. Nou, dat vouw je weer op, dat neem je mee naar huis. Nou, zo'n beetje was de tabernakel ook. Die werd helemaal weer afgebroken. En alle Israëlieten die hadden daar een taak in. En die tent die moest weer meegenomen worden naar de volgende plaats. Het was dus de plek waar God woonde. Overdag was dat zichtbaar, dat God daar woonde, door een rookkolom en 's nachts door een vuurkolom. En later is naar dit model ook de tempel gebouwd in Jeruzalem, door koning Salomo, de zoon van koning David. Nou, tot zover de geschiedenisles. Leviticus, hoofdstuk 21, laten we daar maar eens even naartoe gaan. Als je een Bijbel hebt, kun je dat opzoeken. Leviticus hoofdstuk 21, vanaf vers 16. Want hier gaat God Mozes en de Israëlieten instructies geven over hoe dit allemaal moet en hoe dat ook met de hoge priester moet. En bij dat stukje zijn we ook dan aanbeland. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot Aaron en zeg: niemand van je nageslacht, al hun generaties door, die een gebrek heeft, mag naar voren komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Voorzeker, geen enkele man die een gebrek heeft, mag naar voren komen, een blinde man of een verlamde of iemand met een misvormd gezicht of te lange ledematen. Of iemand die een vergroeide breuk in zijn voet of een vergroeide breuk in zijn hand heeft. Of iemand met een bochel of een dwerg of iemand met een vlek op zijn oog of met uitslag of een huidziekte of met verminkte testikels. Geen enkele man uit het nageslacht van de priester Aaron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de Heere voor de Heere aan te bieden. Hij heeft een gebrek en daarom mag hij niet naderbij komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. Hij mag wel het voedsel van zijn God eten, zowel van de allerheiligste als van het heilige offergave. Maar omdat hij een gebrek heeft, mag hij niet bij het voorhangsel komen en niet tot het altaar naderen, opdat hij mijn heiligdommen niet ontheiligt, want ik ben de Heere die hen heiligt. Mozes sprak deze woorden tot Aaron en tot zijn zonen en tot alle Israëlieten. Zoals ik al zei, dit hoofdstuk gaat dus over de wetten voor de priesters en de hoge priester. En Aaron is hier de eerste hoge priester die aangesteld wordt. En na hem zouden zijn kinderen dat ook worden, mits ze geen lichamelijk gebrek of onvolmaaktheid hadden. En ik weet niet hoe het bij jullie ging toen je dit stukje hoorde of net las. Maar ik merkte bij het lezen van dit gedeelte dat het wel een reactie bij me opriep. Van wat gebeurt hier?
Sluit God nou mensen buiten? Dat kan toch niet? Iedereen mag er toch zijn? Zeker in onze tijd waar inclusiviteit zo belangrijk woord is. En hoe verhoudt het bilonverhaal zich met dit gedeelte? Ik dacht, dat gooi ik er ook maar even bij. Begrijpelijk dat deze vragen opkomen. Want ik ben net als iedereen een kind van mijn tijd. Een tijd waarin de mens vooral centraal staat en alle aandacht krijgt. En waar God steeds minder of al helemaal geen plek meer heeft. Maar het gevaar is dat ik mijn Bijbel door deze moderne westerse bril lees. Maar om de Bijbel te begrijpen, moet ik mij verplaatsen in de wereld van degene die hem schreven. En ook lezen vanuit hun wereldbeeld. Want voor de toenmalige Israëliet was het niet vreemd dat een priester geen gebrek mocht hebben. Bij de volken rondom hen was dat net zo. De goden die deze volken dienden en aanbeden, die waren in hun ogen ook volmaakt. En stonden boven de mens die onvolmaakt was. Wij, en misschien ik, ben zo gewend in mijn denken dat we de mens centraal stellen. Maar hier, en in het bijzonder ook in de hele Bijbel, staat God centraal. En dit gedeelte wil ons iets duidelijk maken, niet zozeer over het gebrek van de mens, maar over de heiligheid van God en zijn volmaaktheid. Het leert, en het leerde de Israëlieten, maar het leert ook ons, dat God volkomen heel is. En dat hij de God van het leven is. Bij hem is er geen gebrokenheid. Is er geen onvolmaaktheid. Bij God is het leven zoals het hoort te zijn. Daar is geen ziekte. Daar is geen gebrek en daar is ook geen dood. In tegenstelling tot onze huidige wereld waarin we nu leven. Nu, en dat zien we om ons heen. En dan hebben we de afgelopen jaren en de afgelopen tijd ook mee te maken gehad als gemeente. Is er nog wel gebrokenheid in de schepping? Zijn er nog rampen? Zijn er nog ziekten? En zullen we allemaal een keer overlijden? Als iemand bijvoorbeeld door gebed geneest van ziekte, en we mochten daar weer een voorbeeld van zien. En als God bovennatuurlijk ingrijpt in situaties, dan lezen we in Hebreeën 6 vers 5 dat we dan van de krachten van de komende wereld mogen proeven. Die mogen we ervaren. Het is een voorproefje van wat komen gaat. Maar nu leven we nog in die onvolmaakte wereld. En die volmaakte wereld die moet nog komen. Die dag die zal aanbreken. Dat alle gebrokenheid en onvolmaaktheid die door de zonde in deze wereld is gekomen, verdwenen zal zijn. Nu leven we nog in die tussentijd. Die tijd van het is er, maar ook nog niet helemaal. Jezus is die overwinnaar, maar de overwinning moet nog volkomen worden als hij zijn koningschap zal aanvaarden bij zijn tweede komst. Even terug naar die heiligheid van God en die tabernakel. Gods heiligheid was ook de reden waarom daar, je moet het plaatje maar eens opzoeken op internet, staan er zat van, de tabernakel, zat zo'n witte omheining. En dat communiceerde iets van de heiligheid van God. Achter die witte omheining, daar was heilige grond. Daar liep je niet zomaar op een zondagochtend even binnen als Israëliet. Dat kon je dood betekenen. Daarom waren al die verschillende offers nodig die je in Leviticus leest. Misschien als je ze met die bril gaat lezen, gaan ze meer voor je leven. Want die hadden allemaal betrekking op het naderen van God. Zodat de Israëliet besefte hoe heilig God was en hoe onvolmaakt hij eigenlijk zelf was. We zien dat ook terug in Exodus, Exodus 19, vers 12 en 13. Daar lees je dat het volk aankomt bij de berg Sinaï, waar Mozes het volk naartoe geleid had toen ze uit Egypte vertrokken waren. En Mozes zou daar de 10 woorden van God ontvangen. En dan staat er: u moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede, dat u de berg niet beklimt en ook maar een voet ervan aanraakt. Indien ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken.
Want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Of het nu een dier of een mens is, hij mag niet blijven leven. Dit zijn geen gemakkelijke passages in de Bijbel. En toch staan ze er. Gelukkig lezen we dat dit niet daadwerkelijk gebeurd is. Maar de dreiging van de dood illustreert de onmogelijkheid van de zondige mens om in de buurt van God te komen. En toch, toch wil God, die zo heilig en volmaakt is, een relatie hebben met de onvolmaakte zondige mens. Hij bepaalt een plek om onder zijn volk te wonen, hier op aarde. Dat was de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem. En straks nog een woonplaats, daar kom ik zo op. Hij verlangt ernaar dat we als zijn kinderen deel zijn van zijn familie. Ondanks zijn enorme heiligheid. Dit overigens in tegenstelling tot de andere goden die de volken rondom Israël aanbeden. Die goden wilden niets met de mens te maken hebben. Die vonden de mens zelfs lastig en irritant. En die zochten al zeker geen toenadering. Maar God zoekt wel toenadering. De God van de Bijbel, de God van Israël, zoekt toenadering. Hij zoekt jou en hij zoekt mij. Het is alleen niet zo dat God zijn heiligheid kan uitzetten. Net zo min als dat de zon dat kan. Die kan zijn zon zijn niet uitzetten op het moment dat we te dichtbij komen. Je zal verbranden, hoe dan ook. En zoals ik al zei, God wil dat jij en ik deel zijn van zijn goddelijke familie. Ik schets deze heiligheid van God even om aan te tonen wat een enorme genade God gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En dit is vanaf het begin van God zijn plan geweest. En dat is het tot op de dag van vandaag. Hij zoekt jou en mij. Ieder mens wil ergens bij horen. En het is fijn om bij deze gemeente te horen. Maar de vraag is, hoor je bij de schepper van hemel en aarde? Ben jij een kind van God? En maak ik deel uit van zijn gemeente, van zijn lichaam? Dat is de belangrijke vraag. Want God woont hier niet in dit gebouw. Niet meer. Hij woonde ooit in een gebouw, maar niet meer. Hij heeft voor zichzelf een nieuwe tempel bedacht en bepaald. Nu woont hij in zijn kinderen door zijn Heilige Geest. En nu zijn wij zijn tempel. Lees maar 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? En dat dit kon, heeft God bewerkt door zijn eigen zoon te laten sterven aan een kruis. Want toen Jezus aan dat kruis stierf, en dat kun je onder andere lezen in Matteüs 27, toen scheurde het voorhangsel van de tempel. Je moet je voorstellen, al die Israëlieten, die priesters die daar allemaal waren, die niet dat heilige en dat heilige der heiligen in mochten, laat staan het mochten zien. Ineens scheurt dat voorhangsel en ze staan als het ware oog in oog met God. Jezus heeft die weg vrijgemaakt. En door je geloof in hem hoef je niet meer buiten te staan. Maar ben je binnengekomen, thuis bij de Vader. Want in wezen zijn of waren wij allemaal diegene waarover we lazen in Leviticus, die een gebrek had, die onvolmaakt was, die niet in de buurt van God mocht komen en kon komen. We konden niet in Gods aanwezigheid komen uit onszelf. Maar God heeft voorzien in een volmaakt offer, zodat dit wel mogelijk werd. En ik wil met jullie een stukje nog uit Hebreeën lezen. Hebreeën 12, vers 18 tot 24. Daar lezen we over die tegenstelling die de schrijver hier zo ongelooflijk mooi weergeeft. Hij schrijft daar, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bazuingeschal en tot een luid en tot het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden.
Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En dat hebben we net gelezen. Hè? Maar lezen wat bizar eigenlijk wat hier staat. Ze konden de woorden van God niet eens verdragen. Zo heilig is God. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u, zegt hij nu bent u genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 10.000-tallen van engelen. We zongen er net over. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot de God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen, en daar komt het, die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. We lezen hier dat God een nog grotere familie heeft dan alleen de gemeente hier op aarde. Het is een feestelijke hemelse familie, waar we ook nu bij mogen horen. En dan vers 23, wat zo mooi daar staat. De geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. In Jezus Christus zijn jij en ik volmaakt geworden. En is het mogelijk dat God door zijn geest in ons kan komen. Paulus zegt het anders in Galaten 2 vers 20 en 21. Hij zegt daar, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, in deze tussentijd leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. De vraag van vanmorgen is dus ook, sta je nog buiten of ben je binnen? Ali en Rickert hebben daar een prachtig liedje over geschreven. Kinderen, kom naar huis. En dan komt een van die zinnen is dan, nu het nog kan. En dat draaiden we heel vaak, daarom moest ik eraan denken. Als we aan het evangeliseren waren in Den Haag, op de markt, op de straat. Dan hadden we zo'n grote speakerbox, daar kon je niet omheen. Dan ging er zo'n cassettebandje in. Als je niet weet wat dat is, zoek dat even op Google. Cassettebandje. En dan knalde dat lied eruit. Kinderen, kom naar huis, nu het nog kan. En dat maakte indruk op mij. Want je zag al die mensen daar lopen, verdwaasd, verdwaald. Ene verslaafd, de ander geen huis. Mensen die verder hun boodschappen deden en van zich van geen kwaad bewust waren misschien. Maar God roept, kinderen, kom naar huis. Nu het nog kan. Nu ik dus een tempel van de Heilige Geest ben, die in mij woont, is het voor mij van belang dat ik trouw blijf aan Jezus. En het tempel, mijn lichaam, wat niet meer van mij is, waarin Hij woont, niet bevuil, de andere goden te aanbidden. Want ja, er is een geestelijke strijd gaande. Een geestelijke oorlog. Goden van seksuele onreinheid, immoraliteit, geldzucht, hebzucht, egoïsme, overspel, toverij, noem het maar op. Ze vechten om onze aandacht. En vragen om aanbeden te worden. Nou, mijn prioriteit is om Jezus alleen te aanbidden. En Hem trouw te blijven, ook in tijden van beproeving. Jacobus zegt daarover, acht het enkel voor vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft. En geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Met andere woorden, houd dus vol. Geef de strijd niet op. Ook al loop je tegen teleurstellingen aan. En ik zeg dat net zo goed tegen mijzelf. Zoek elkaar op als je het even moeilijk hebt. Maar natuurlijk ook als je het even niet moeilijk hebt. En steek het vuur weer bij elkaar aan. Als dat niet meer brandend is. Bid voor elkaar, zegen elkaar.
Dat is gemeente zijn. En dat is ook buiten de zondagochtend van belang. Want God woont niet in dit gebouw. God woont in jou en in mij. Wij zijn zijn tempel. En als wij als kinderen van God bij elkaar komen, dan zegt Jezus... Dan? Juist. Ga je het zien? Daar ben ik in hun midden. Dan zijn jullie op dat moment heilige grond. Zijn we zijn tempel? En zijn we heilig en volmaakt in Christus? En als we dat doen en als we dat zijn, als we bewust zijn van die heilige God, dan gaat hij door ons heen werken. Want als we bij elkaar komen en als het vuurtje weer aangestookt wordt, dan ga je vanzelf in actie komen. Dan ga je vanzelf dingen doen. Dan ga je vanzelf die getuigen zijn die Christus, waarvan God van ons zegt dat we zijn getuigen zijn. En dan gaan mensen zien dat er liefde onder ons is. Dat heb ik vorige keer geloof ik ook al een keer gezegd. We gaan een beetje in herhaling vallen. Maar dat is wat ik vanmorgen wilde meegeven. Die enorme heilige God die gekomen is in jou en in mij. Weet je, God heeft nooit een plan B gehad. God heeft altijd een plan A gehad. En er is niemand en niets die hem daarvan af kan houden. En hij gaat terugkomen. En er komt een nieuw hemels Jeruzalem. En weet je wie dat zijn? Die bouwstenen? Dat zijn jij en ik. Oude Neel zei wel eens, die gouden straten daar zo, ja, dat ben jij. Zo'n goud steentje wat daar ligt. Nou Peter, goud, hè? Is kostbaar. Ja? Ja. God werkt vandaag tot op de dag van vandaag om ervoor te zorgen dat de wereld weer vol wordt van hem. En jij en ik zijn daar deel van. Is dat geen geweldig plan? Is dat geen geweldig avontuur? Amen. Ik ga bidden. Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel dat uw plan nooit gestopt is. Hier is chaos ontstaan. Er zijn van allerlei dingen die de duivel probeert te doen om er een stokje voor te steken. Maar uw plan is van eeuwigheid tot eeuwigheid en staat vast. Uw woord verandert niet. Uw plan verandert niet. En u bent uzelf een woonstede Gods in de geest aan het maken. U bent uzelf een woning aan het maken om straks, als u komt, Jezus Christus hier op aarde onder ons te blijven wonen en te regeren. Wat een vooruitzicht. En tot die dag, Heer, willen we beseffen en realiseren dat u met uw geest in ons woont. U, die heilige God. En dat ik niet meer van mezelf ben, Heer, maar dat ik van u ben. Om te doen wat u behaagt. Om te doen waarvoor u mij geroepen hebt. En waarvoor u ons allen geroepen hebt. Om als gemeente, als gezin van God in deze wereld te staan. Standvastig, onwankelbaar. Vertrouwend op u. Geprezen is uw naam daarvoor. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.